Dank u, voorzitter. Ik zal allereerst graag willen opmerken dat dit wel degelijk natuurlijk onder het onderwerp van dit debat valt bij uitstek. Want we hebben het hier tenminste al de hele tijd over de connectie die dan wordt verondersteld tussen klimaatverandering en volksgezondheid. En daar gaat mijn vraag over. Er zijn andere onderwerpen aan bod geweest trouwens. Dus abortus heb ik gehoord en tekort aan medicijnen. Die hebben niks met dit debat te maken. Dat vind ik prima als mensen daar vragen over stellen. Dus dit onderwerp wat ik nu hier aankaart, waar ik veel vragen inderdaad over gesteld heb, wel wat met dit debat te maken. En de minister geeft dus weer geen antwoord. Want de minister stelt van oké, ja, dat kan ik niet zeggen, over zeggen. Het is allemaal, het ligt allemaal genuanceerd. Ik heb net, ik ga dat niet weer herhalen, heel concreet een casus gegeven. Meer context dan dat kun je niet geven. De minister is verantwoordelijk voor de inspectie. De minister is verantwoordelijk voor het stelsel. Dus de minister, anders kan een arts het al helemaal niet weten, moet nu kunnen aangeven, ja of nee, en ze had met de inspectie net kunnen bellen, of dit tot vervolging leidt. Want als de minister het al niet weet, als de inspectie het al niet weet, hoe moet de arts het dan weten? Dus nogmaals mijn vraag, en ik ga dat voorbeeld niet weer herhalen, heb ik net herhaald, met alle context die je maar kan willen hebben. In dit concrete geval gaat de inspectie dan wel of niet zo'n arts vervolgen? Dank u, voorzitter. Dank, meneer Van Houwelingen. De minister. Ja, voorzitter, ik bestrijd nog steeds dat dit onderwerp onderdeel is van dit debat. Want klimaatverandering, of dat een gevaar is voor de volksgezondheid, als iemand als een arts dat zegt, daar gaat het natuurlijk niet over. De vraag is, die de heer Van Houwelingen stelt, is moet een arts zich altijd aan de gedragscode houden van de arts? Nou, dat is aan de artsen zelf om dat met elkaar te beoordelen. En als dat in de ogen van de collega-artsen niet zo is, als er zaken worden gepubliceerd waarvan de collega's zeggen, maar dit kan niet, dan is het een zaak voor de inspectie. En de inspectie kan dan kijken in welke omstandigheden is dit gepubliceerd. En dat is niet aan mij. En de inspectie is een onafhankelijke organisatie. Die geef ik geen opdrachten. En die geef ik zeker geen opdracht om zich te bemoeien met de artsen die onderling dit soort dingen samen regelen. Daar wil ik niet eens over gaan. Dat moet ook niet. Dank u wel. Meneer Van Houwelingen. Ja, dank u, voorzitter. Het probleem wat dan dus ontstaat is dat artsen dus niet weten wat ze wel of niet kunnen zeggen. En de rechter stelt nu in uitspraken, en dat gebeurt keer op keer richting de inspectie, bijvoorbeeld een uitspraak van 19 februari van de rechtbank West-Brabant, die stelt dan, ik lees even dit voor, dat is heel belangrijk. De rechtbank stelt vast dat de begrippen beroepsgroep, protocol, standaard en overleg, het gaat wel over gedragscodes, niet nader zijn omschreven in de wet, maar wel invulling geven of de vraag of er sprake is van overtreding. Dan, laatste zin, ik citeer, omdat het hier gaat om een bepaling, dus dat is weer die gedragscode, waarbij op niet naleven van een punitieve sanctie staat, en in dit geval ook, grote boetes opgelegd worden, burgerregistratie kan worden ingetrokken, acht de rechtbank het op basis van deze bepaling optreden tegen eis in strijd met het lex setup beginsel, dat wil zeggen het rechtsbepaaldheidprincipe. En daar is de minister verantwoordelijk voor. De minister is verantwoordelijk voor het stelsel. Dus nogmaals, mijn vraag, de minister kan het toch hier niet bij laten zitten. Dus laat al die artsen bungelen, artsen die dus kritiek hebben, en daar gaat dit debat over, dus die collega's. Meneer Van Houwelingen, dus kunt u een vraag stellen? En nu kom ik weer tot mijn vraag. Die kunnen dus niet meedoen aan het debat, omdat ze aangegeven kunnen worden en wellicht door de inspectie vervolgd kunnen worden. En de minister weet het niet, de artsen weten het al helemaal niet. Dus de minister kan deze toestand toch niet voort laten bestaan. Dat is toch hoogst onverantwoordelijk. Dank u wel. De minister. Voorzitter, ik zou mijn antwoord van zo net nog een keer kunnen geven, maar dat lijkt me niet in het belang ook van dit debat en van de tijd die we daarvoor hebben. Dus ik laat het erbij. Ik zou precies hetzelfde zeggen op deze opmerking. Dat is eigenlijk wat ik daarover kan zeggen. Dank u wel, minister. U gaat het voor een zesde keer proberen? Ja, nee, interruptie, meneer Van Houwelingen. Ik kort af, dus ik zal het kort houden. Dus de minister heeft geen antwoord. En dit is zo erg. Waarom is dit nou zo erg? Omdat artsen dus niet mee kunnen doen aan het debat. Dat kan niet, omdat ze wellicht vervolgd worden door de inspectie. Dus je hebt een groep artsen die de gedragscode onderschrijft. Die kan mee dan naar het debat. En een groep artsen die dat niet kan. En wat betekent dat? Dan wil ik dan even de minister kort uitleggen dat de wetenschap niet kan functioneren. Want je hebt geen debat meer. Je hebt geen debat. Want een groep kritici, en die zijn er, daar staan we in contact, die durven zich niet uit te spreken. En dan kunnen we dus de wetenschap niet meer vertrouwen. Dat is dus de echte bel aan het vertrouwen wat we dus hebben in het hele systeem. En daardoor krijg je dus heel veel wantrouwen op allerlei terreinen. Daarom is het zo kwalijk. En de minister weigert daar tegen op te treden. Nee, ik ben heel teleurgesteld in het antwoord van de minister dat ze dit toestaat, dat deze onzekerheid, dat deze het zwaard van Damocles boven artsen blijft hangen. Dat is echt onbegrijpelijk voor mij. Nou, eens kijken of daar nog een reactie is van de minister. Ja, voorzitter, die is niet anders dan de reactie die ik tot nu toe steeds gegeven heb. En daar blijf ik bij. Het is niet aan mij.